hier op onze basisschool Sint-Peters werken 5 onderwijsassistentes. Onderwijsassistentes levert voordeel op voor leerlingen en leerkrachten. Er is meer speciale begeleiding, maar ook aandacht voor elk kind. Dit heeft geleid tot een verbetering van het welbevinden van zowel de leerlingen als de leerkrachten en onderwijsassistenten. En dat zie je terug in de basisvaardigheden, maar ook in de sociale ontwikkeling van kinderen. Ik begin 's ochtends met het doorspreken van de dag met de leerkracht. Vervolgens ga ik met de kinderen flitsen aan de computer. Individueel doe ik dat, zodat ze de extra aandacht krijgen die ze verdienen. Vervolgens ga ik met ze rekenen. De verwerking doe ik dan met ze, met een kleinere groep kinderen. Het voordeel van het werken met kleine groepjes is dat elk kind de aandacht krijgt die hij verdient. En bij de uitleg dat je het nog eens kan herhalen, eens bij een kind kan gaan zitten en extra kan helpen. In een grote groep is dat lastiger, omdat je dan toch de hele groep moet overzien. En met een kleinere groep kun je dat makkelijker en kun je toch net bij die kinderen helpen die er meer moeite mee hebben om vooruit te komen. Een onderwijsassistent kan voor specifieke zaken door een leerkracht aangestuurd worden. Aangestuurd wordt om het kind tegemoet te komen in zijn gevoelens, maar ook om het kind te ondersteunen bij taken. Ja, ik heb wel het idee dat ze ons allebei zien als de juf van de klas en dat ze zich bij allebei heel veilig voelen en het idee hebben dat ze met hun vragen terecht kunnen. Ik begeleid ze in de taak, maar ik heb ook een luisterend oor voor de kinderen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de leerkracht bezig is met de les of met andere belangrijke dingen in de klas. En dan is er altijd ruimte voor de kinderen om naar mij toe te komen en aan mij de dingen te vragen die ze willen weten. En het voordeel ook voor de leerkracht is dat we samen in de groep staan en dat we daardoor ook samen dingen zien en kunnen signaleren bij de kinderen. Als het welbevinden er is, dan kan iedereen zich ontwikkelen. De leerkracht, de onderwijsassistent en uiteraard de kinderen. Voor de leerlingen. En ook voor de leerlingen die iets meer uitdaging nodig hebben, kun je net iets meer bieden. Ik ga op het eind van de dag met een voldaan gevoel naar huis, omdat ik de kinderen persoonlijk en taakgericht heb kunnen helpen. Onderwijsassistent, die doet ertoe. Dat is een mooie aanvulling voor een school, voor het begeleiden van kinderen. En voor de minister, een onderwijsassistent is geen klasassistent. Die moet er ook in.